Slimme oplossingen voor de samenleving van morgen. Dat was vanmorgen te zien en te beleven op het congres Living Labs in het Evluon. Wat dit is, is als een medische tomtom. Waarmee je in 3 minuten de bloeddruk kunt meten, de hartslag meet, het lichaamsvetgehalte meet, het gewicht meet en een berekening krijgt van je BMI. En zeer binnenkort een niet-invasieve diabetes type 2 meting. Aan de hand daarvan kun je met die medische tomtom kiezen, ga ik links of ga ik rechtsaf? Ga ik daarmee een activiteit opstarten of ga ik ermee naar een arts? Op het congres waren delegaties uit andere vooruitstrevende steden en regio's aanwezig, zoals onder meer Stockholm, Taipei en San Francisco. Ze waren hier om slimme en creatieve oplossingen te horen. Maar de vraag is toch of en wat Eindhoven eraan heeft. En wat we eraan hebben is dat de nadruk legt op het belang van de creatieve industrie hier in Eindhoven. Die dat inmiddels goed gezien heeft. En die juist zeg maar, het vertrekpunt van de gebruiker, van de burger kiest. Om vervolgens vorm te geven aan hoe gaan we in de toekomst om met een gemeente. Hoe behandelt de gemeente haar burgers, haar klanten. Hoe gaat de thuiszorg in de toekomst om met haar cliënten. En hoe zorgen we ervoor dat steeds meer van die zorg ook thuis geleverd wordt. En dat mensen juist minder naar een ziekenhuis hoeven. Wat we eraan hebben is dat we mensen in staat stellen een goed leven te hebben. Dat is centraal. En het gaat dus gewoon om de burgers. En er zijn heel veel dingen die gedaan worden voor burgers. Maar die worden nooit op een goede manier bij elkaar gebracht. Eigenlijk moeten al die puzzelstukjes die er zijn op een goede manier geïntegreerd worden. Daar heb je vooral ICT en het net voor nodig. Maar daarnaast moet ook het aanbod wat er is ook beter worden. En dat zijn al die technologische ontwikkelingen. De maatschappij verandert. De mens moet niet meer afhankelijk zijn van de techniek, maar omgekeerd. Eerst is er een vraag en daar speelt de techniek dan op in. Omdat de wereld verandert, komen we ook met nieuwe oplossingen. Laten we dat even innovaties noemen en daar zijn wij afhankelijk van. Mensen moeten zelf de regie hebben hoe ze willen dat hun leven eruit ziet. Mensen kunnen wereldwijd zien en horen wat in de Brainport-regio wordt bedacht. Maar er is geen angst dat die ideeën worden gepikt. Ik hoop dat we uiteindelijk op verschillende plekken in de wereld kunnen werken aan innovaties, aan nieuwe oplossingen. Die zinvol zijn, die veel betekenen voor mensen en die ook bereikbaar zijn voor iedereen. Nou ja, je weet dat Eindhoven heeft één credo en dat heet open innovatie. Dus als je niet durft te delen, weet je ook dat je geen nieuwe dingen kan ontvangen. Dus ik denk dat wij inmiddels als regio geleerd hebben dat als we niet juist andere culturen en andere invloeden toelaten in dat onderzoek, dat we uiteindelijk het alleen voor onszelf nooit rendabel kunnen doen. Dus ik denk dat daar de marktwerking ons zal helpen. En wat we in de stad niet kunnen verkopen, krijgen we dan ook niet in de wereld verkocht.